RTV Rijnmond. Het is misschien niet in heel Nederland bekend, maar zeker wel een van de bekendste radio- en tv-stations in Zuid-Holland. En wij mogen hier een kijkje nemen. Hoe oud zijn jullie? Ik ben 12. Oh, 12. Jullie zijn brugpiepers zeker? Ja. Ja, oh jee. Brugpiepers. En jullie moeten dit project dus met z'n vijven doen. En wie gaat dan wat doen? Heb je dat al verzonnen? Verdeeld. Het verdeelt. Ja. Maar er is altijd één die een beetje zijn snor drukt, die niet echt meedoet. Dat is Bo. Dat is Bo! Fantastisch. Nee, Bo doet juist altijd. Oh, ja. Gelukkig. Oké. Okay. Nou, die heeft dit al geregeld, toch? Ja. En jullie zijn nu in de studio van de radio. Jullie zijn ook al bij de televisiestudio geweest? Maar we gaan straks nog met. Ga je zijn straks nog niet geweest. Nog niet geweest. Nou, het zo groot is het allemaal niet, dus je bent ook zo klaar. En wanneer is het project klaar? In maart moet het af zijn. In maart moet het af zijn. Nou, het is nou hoeveelste is het vandaag? De 20e februari. Oh, dat wordt nog hard doorwerken. Nou, gaat wel goed komen. Ja, gaat goed komen. Oh, gelukkig jongens. Nou, Isha, Brian, Paul, Bram en Bo, bedankt dat jullie hier waren. Ik vond het gezellig en succes. Ja, dank u. Doei. 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 Nou, goed gedaan hoor jongens. Hier is het interview met Stefano. Hij werkt bij de reclameafdeling. Was u vroeger al van plan dit werk te gaan doen? Eigenlijk niet. Het is heel grappig. Ik ben er namelijk ingerold. Ik liep in stage en ik vond het heel leuk wat ze hier aan het doen waren. En toen ben ik blijven hangen, zeg maar. Dus het is een uitgerekte stageperiode, kan je eigenlijk zeggen. Wat bent u op dit moment aan het doen? Op dit moment ben ik aan het assisteren met de live muziek. Dat gebeurt aan die kant. We zien dat jullie zo even daar kunnen doorkijken. En er treedt zo meteen een band op en dan het enige wat we doen is misschien instrument aansluiten. Hoe lang werkt u hier al? Ik was 18, ik ben nu 35, dus 13, 14 jaar al. Oké, dank u wel. Hey, kom je mee voetballen? Ik ben Rijnmond aan het kijken. Ja, maar nu niet. Sorry. Hey, maar misschien vanavond nog. Oké, ik zie jullie wel. Ik weet niet of ik kom, misschien. Oké, okay, tot waar die jou komt halen? Ja, ik zeg nog wel. Ja, houd wel contact. Tot vanavond. Oké, doei. Waarschijnlijk tot vanavond. Als je geen uitdaging hebt. Yo, doei. Hey, oh, je moet gewoon paintballen. Ik was raam aan het kijken. Oh wacht, daar staan we nu op pauze. Nee man, ik kom niet. Heer. Ja, sorry. Ik kom het ook nooit bij. Nee. Gaan we weer verder maar kijken. Gaan we weer iemand anders ophalen. Ja. Oké, doei. Hey, kom je mee naar de Efteling? Ik was Rijnmond aan het kijken. Hi. Alweer? Ja, sorry. Ik ga weer verder met kijken. Kijken. Doei. 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 Zo, lekker verder kijken. Bo, toen bij jou aan de deur waren, toen wou je niet mee naar de Efteling. Wil je niet wel mee naar de Efteling? Nu we bij RTV Rijnmond zijn. We zien ze. Tot zo. Ik kom al. We keken ook bij Ed de Weerman in de tv-studio. Hoe komt u aan de weersverwachting? Nou, de weersverwachting die maak ik zelf. Ik hou in de ochtend weerkaarten op.
En die analyseer ik naar waarnemingen die binnenkomen, dus naar de temperatuur, de windrichting en dergelijke. En naar buiten te kijken, want je moet ook zelf als weerman naar buiten kijken. En dan ga ik een weerbericht schrijven. Oké. En hoe lang duurt het voordat u het weer af heeft? Nou, dat is nooit af. Want het weer, dat gaat 24 uur per dag door. Het is niet zo dat vanavond om 9 uur dat er dan geen weer meer is. Dus dat weer gaat steeds door en het weer verandert ook continu. Dus ik ben continu bezig om de weersverwachting aan te passen. Oké, dank u wel.